Goedenavond. Pim Fortuyn is dood. Neergeschoten in Hilversum na een interview op Radio 3. Patrick, jij werkte toen in Hilversum bij Radio 3. Klopt. Neem ons mee naar 6 mei. Neem ons door die dag. Nou, wat vooral even belangrijk is om te weten, die weken daarvoor. Het was natuurlijk al lang bekend dat Pim Fortuyn op bezoek zou komen bij Ruud de Wild. Er was een week waarin meerdere politici kwamen. En er is meerdere malen gesproken achter de schermen. Ik werkte toen op die redactie daar. Over, ja, moeten we niet iets doen aan beveiliging? Jij zat bij die gesprekken? Ja, ik was bij die gesprekken. Ik heb het ook zelf een paar keer genoemd. Jongens, denk eraan, deze man ligt onder vuur. Die wordt gedemoliseerd langs alle kanten, bedreigd, taart in zijn gezicht. Dus hier moeten mannetjes aan de deur komen te staan. Dat is toch een minst wat we kunnen doen? Nou, dan werden er wat schouders opgehaald. Laks gereageerd. Het is hier geen Amerika, kan ik me nog herinneren. Hè? Dat werd dan gezegd. En door wie werd dat gezegd? Ja, nou, bijvoorbeeld door de zendercoördinator, toenmalig Paul van der Lucht. Mensen op de redactie. Er werd allemaal een beetje lacherig over gedaan. Van, joh, het is hier een radiostation. Die dingen gebeuren hier niet, weet je wel? Paul van der Lucht, die heeft hier ook een boek over geschreven. Ja, klopt, ja. Die zat van de week ook nog bij Bo over te vertellen. Vind ik zelf een beetje wrang. Vind dat hij wel een beetje hand in eigen boezem mag steken. Hij was toch de baas bij 3FM toen. Hij had dat echt wat serieuzer mogen nemen. Ik heb dat boek gisteravond nog eens even doorgebladerd en gelezen. Er zitten allemaal interviews in met betrokkenen. Hij steekt geen hand in eigen boezem. Dat hij zegt van, hé, ja, ik was de baas toen. Ik heb dat verkeerd ingeschat. Dat was het parkeerplaatsje waar ik natuurlijk iedere dag mijn auto neerzette. En ja, het is van de gekke dat het überhaupt heeft kunnen gebeuren. Ook omdat bijvoorbeeld er stonden tot voor kort nog allemaal hekken om het Mediapark heen. Hè, in verband met 9/11. En net die week, die dag, waren die hekken weg. Dat je ook denkt, hoe heeft dit nou zover kunnen komen?